Hey mensen, welkom bij een nieuwe video. En ze zijn hier alles weer aan het slopen. Want ja, alles kan kapot. Ook Broekerbouwdorp. Ik vond het altijd wel zonde hoor. In de tijd dat ik nog op de Jol kwam als jochie vroeger in Alkmaar. Toen heette het natuurlijk de Jol. Toen vond ik het altijd zonde als die hut weer wegging. Ik had mijn hut altijd liever een stukje langer. Vandaar dat ik ook meer hutten buiten de Jol heb gehad met vrienden dan op de Jol. Maar goed, het is even goed wel leuk zo aan het eind van de vakantie. Alleen een beetje kort. Ik vond het in ieder geval te kort. Maar ja, zo'n jochie was ik. Ze hebben in ieder geval weer een hoop plezier gehad. En het is de laatste dag ook niet zo warm. En dat is ook helemaal niet erg als je een hut moet afbreken. Dan gaat het allemaal weer. Deze legt al plat. En dan de overige, daar zijn ze bezig. En verderop staat de container. Er wordt van alles ingegooid. Maar dat herken ik natuurlijk allemaal nog even van Jol Bergerhof. Inmiddels alweer 11 of 12 jaar geleden. Ja, hij is er nog wel, maar ik maak daar geen foto's meer tegenwoordig. Ja, ja. Dat was hem dan alweer. En dan het wegbrengen natuurlijk. Naar de container. Ja, als je aan die kant je hut hebt. En de container is daar, dan is dat best wel ver. En dan is het wel een voordeel dat het niet meer zo warm is. Een hoop getimmerd, maar nu om het kapot te maken. Dit was het weer voor 2022 wat Broekerbouwdorp aangaat. Hij gaat weer verdwijnen. En dan duurt het weer een jaar voordat er weer eentje komt. En ik ga hier ook weer verdwijnen. Ik ga weer richting huis. Ik ga weer terug richting het subtropisch gebouw. Het was even een hele korte hier al dit keer. Even het begin van de sloop laten zien. Want nogmaals, alles kan kapot, hè. Ook Broekerbouwdorp. Ik ga hem weer afsluiten en ik ga weer zeggen tot de volgende.